hallo allemaal. Vandaag gaan we het hebben over de priesters van de tabernakel. En voordat het avontuur van vandaag begint, heb ik een vraag voor jullie. Welke van de 12 stammen van Israël werd gekozen om in het heiligdom te dienen? Ja, heel goed. De stam van Levi. Wist je dat het woord Levi 2 betekenissen heeft? Letterlijk betekent het voor mij. En het betekent ook verenigen of verbinden. Ja, God koos de stam van Levi uit als zijn stam, zodat ze konden helpen het volk van Israël met hem te verenigen. De Levieten werkten in het heiligdom om de mensen te helpen zich met God te verzoenen. Maar ze hielpen de priesters ook bij het uitvoeren van alle heiligdomsceremonies, door de offerdieren klaar te maken, zich voor te bereiden op de ceremonies en de kleinere gebruiksvoorwerpen schoon te maken. Uit alle families in de stam Levi koos God Aaron en zijn zonen uit als priesters. Als priesters bemiddelden ze bij God voor het volk en waren ze tegelijkertijd ook Gods boodschappers aan het volk. Ja, deze speciale dynastie van priesters werd aangesteld voor Aaron en zijn zonen. Mannen begonnen op 30-jarige leeftijd in het heiligdom te dienen en gingen op 50-jarige leeftijd met pensioen. Laten we luisteren naar Eleazar, terwijl hij zijn zoon Pinegas alles over het priesterschap vertelt. Hallo vader, ik heb je lunch voor je meegebracht. Ah, dank je Pinegas. Vader? Hoe was het voordat mijn grootvader werd gekozen als de eerste hoogpriester van Israël? Wie waren de priesters toen? Nou, in de vroegste tijden was elke man de priester van zijn eigen huisgezin. Waarom is dat veranderd? Toen de Israëlieten God ongehoorzaam waren en het gouden kalf maakten, bleef alleen de stam van Levi trouw. God eerde de stam van Levi door hun de verantwoordelijkheid te geven om voor het heiligdom te zorgen. Daarom wonen ze het dichtstbij en rondom de vier zijden van de tabernakel. Maar vader, niet alle Levieten zijn priesters. Dat klopt. Alle mannen van de stam Levi zorgen voor de tabernakel. De nakomelingen van elk van zijn 3 zonen hebben hun eigen specifieke taak te vervullen. Maar alleen de zonen van Aaron dienen als priesters. Maar er waren priesters voordat Israël het volk van God werd. Herinner je Melchizedek nog? Ja, Abraham betaalde hem de 10e van alles wat hij had. Ja, je hebt gelijk, mijn jongen. Hij was geen leviet, maar een priester van de Allerhoogste God. We weten niet veel over Melchizedek. In feite, we weten niets van zijn vader of moeder. We weten alleen dat hij de koning van Salem was, de stad van vrede. In feite was hij tegelijkertijd koning en priester. En dus vertegenwoordigt hij de Messias die zowel koning als priester is. Ik begrijp het, maar vader, ik heb nagedacht over de tijd dat ik tot priester zal worden ingezegend. Natuurlijk, als ik ouder ben. Dat is goed, mijn zoon. Ik ben zo blij dat je nadenkt over je toekomstige verantwoordelijkheden. Nou, pap, het is niet alsof ik een keuze heb. Ik ben voorbestemd om priester te worden. Zeg het niet alsof het een straf is, zoon. Het beste wat je met je leven kunt doen is priester worden. Het is de beste baan die er is. Je kunt God dienen en tegelijkertijd een zegen zijn voor je volk. Alsjeblieft, vader, vertel me wat het betekent om priester te zijn en vertel me ook wat ik kan verwachten op de dag van mijn inzegening. Kijk, zoon. Op die dag vindt er een zeer belangrijke ceremonie plaats. Wanneer de hoge priester je van top tot teen wast en je dan in speciale kleding van een priester kleedt. En waarom moet de hoge priester ons wassen en kleden? Ik kan mezelf toch wassen en aankleden? Nee. De ceremonie laat zien dat je bent gereinigd van je zonde. Op dat moment laat je je oude leven achter en begin je een nieuw leven in de dienst aan God. Op deze manier bedek je God met zijn gerechtigheid, zodat je anderen met liefde en toewijding kunt dienen. In feite
kan een priester de heilige plaats alleen betreden als hij zich met water heeft gereinigd. En is dat wat Mozes deed met opa Aaron en met jou? Ja, hoe goed herinner ik me dit nog. We hadden een week lang speciale diensten. Elke dag waren er speciale ceremonies. Toen toonde God zijn goedkeuring door vuur uit de hemel naar het altaar te sturen. Oh, dat was een glorieus moment. Is dat het vuur waarvan je altijd hebt gezegd dat het niet uit mag? Ja, het was een heilig vuur dat God zelf had ontstoken. En dus moest het worden gebruikt in alle diensten van het tabernakel. Dat vuur vertegenwoordigt de geest van God die in ons woont. En onze zonde en de fouten van ons karakter wegbrandt. Maar oom Nadab en oom Abihu hebben dat vuur toch niet gebruikt? Nee. Helaas gehoorzaamden mijn twee oudere broers God niet. En God strafte hen voor hun rebellie. Ze stierven voor hem en voor heel Israël. We moeten altijd onthouden dat gehoorzaamheid aan elke detail van Gods geboden erg belangrijk is. Vooral voor degenen die het in het priesterschap zitten. Ik vind het echt prachtig hoe de efod er bij de hoge priester uitziet en hoe alle namen van de stammen van Israël op de stenen van de borstplaat zijn geschreven. Ja, Pinhas. Onze kleding is door God ontworpen, zodat we er mooi uitzien. Maar belangrijker nog, om aan onze dienst waardig en respect te geven. In werkelijkheid is het werk dat je ziet slechts een deel van wat we doen. Je zult misschien verbaasd zijn over al onze andere verantwoordelijkheden. Dat zie ik, pap. Je bent altijd zo druk. De priesters zijn ook rechters, raadgevers en leraars van Gods wetten. Priesters diagnosticeren ook besmettelijke ziekten, zoals lepra, zodat degenen die ziek zijn hun ziekte niet over het hele kamp verspreiden. Dat is een grote verantwoordelijkheid, vader. Maar wat als een priester het antwoord op een vraag niet weet? Wat dan? Dat is een goede vraag, Pinhas. We kunnen God altijd rechtstreeks vragen. Herinner je die stenen aan weerszijden van mijn vaders borstplaat? Je bedoelt, de Urim en de Tumim? Ja, als we God om advies vragen, antwoordt hij ons ja door een licht op die steen rechtstreeks te schijnen. Of nee, door de steen links te bedekken. Wauw, als ik erover nadenk, kan ik niet wachten tot ik ook priester kan worden. Het klinkt echt geweldig om God te dienen. Weet je, alles aan de tabernakel is een symbool van de tabernakel in de hemel. Ook het werk van de hoge priester laat ons het werk zien dat Jezus voor ons doet. Maar Jezus hoeft geen offers te brengen, omdat hij zichzelf al als het perfecte offer heeft geofferd. In 1 Petrus 2 vers 9 wordt beschreven dat christenen deel uitmaken van een koninklijk priesterschap. Dat betekent dat we ook geroepen zijn om anderen te dienen en voor hen te bidden in gebed. Als onderdeel van dit priesterschap hebben we enkele van dezelfde verantwoordelijkheden als de priesters van Israël. We onderwijzen ook de Bijbel. We zijn raadgevers en adviseurs voor degenen die de waarheid van de Bijbel niet kennen. We worden ook gevraagd om een speciale gezondheidsboodschap met anderen te delen, om hen te helpen om ziekte te voorkomen. We kleden ons op een manier die ons onderscheidt van de wereld en respect toont voor God. Nogmaals, net als de Levieten voeren we geen oorlog tegen andere mensen. In plaats daarvan is onze strijd een geestelijke strijd. Hé, hey, heb je ooit een foto van de hoge priester ingekleurd? Klik op de link in de beschrijving hieronder om een kleurplaat te downloaden en bestudeer Exodus 28 om erachter te komen hoe je deze kunt inkleuren. Denk eraan, probeer deze week als een priester te leven. Dit betekent dat je voor je vrienden moet bidden in gebed. Help je ouders en mensen die je nodig hebben en vertel je vrienden over Jezus. Tot de volgende keer!